Here we come, yo. Here we go. What's going on now? Here we come, yo. What's going on now? Here we come, yo. Here we go. What's going on now? Here we come, yo. Here we go. Busta Rhymes, nigga. Here we go. Flip mode, nigga. Here we go. Neptune, nigga. Here we go. Once again, my niggas. Here we go. Welkom op deze warme racedag hier in Salzburg Ring in Oostenrijk. Race 1 starten vanaf P9. Eerste bocht is toch wel heel knijpend. Dus ik verwacht een hoop chaos. Ik verwacht echt rechts, links, escape road mogelijkheden. Bandenstapels halen ze weg. Dus we moeten de auto heel houden voor race 2. Want ja, dan starten we natuurlijk vanaf de tweede plaats met nieuwe banden. Dus het wordt een spannende eerste bocht, dat weet ik zeker. You have done the maximum as always. Race 1 tactiek was dus eigenlijk gewoon overleven. Nou, dat is gelukt. Met een beetje getikt in het begin. Toen kwam ik eigenlijk de klim te zitten, ja, toen kwam ik er niet voorbij. Toen ging Banani, tikte nog een keer tegen Dast aan. Ja, ze ging van mijn gas af, hup, ging er weer eentje mij voorbij. Toen kwam Michelis achter mij en die had een heel laag achtervleugel, dus die ging mij voorbij op het rechte stuk. Maar in de bochtjes, ja, kan je er niet voorbij. Ik dacht, nou, wordt een saai race, wordt wachten. Nou, dat heb ik ook gedaan. Toen zag ik ze gewoon één voor één, zag ik ze ellende creëren. Ja, en toen kon ik aan het eind kon ik een beetje in mijn eigen pace rijden. Toen zag je ook dat ik gewoon wat sneller was. Maar dan, ja, dan zitten ze niet voor je. Staande start, race 2. Ja, dat moet goed kunnen komen. Ja, en dan maar eventjes zorgen dat, dat achter ons een beetje hommelus komt. Dat ik een beetje ruimte krijg. Want ja, dan maken we wel kans op een beker. Ik ben niet de snelste op de baan. Dus het gaat zeker een gevecht worden. Ik hoop een beetje lucht te krijgen de eerste vier rondjes. En dan, ja, dan wordt het wel leuk. Well done, Tony. Well done. Any way you try. Anyway, well done. Took a puncher in the last corner. Couldn't believe it. I knew a puncher was a risk.
but yeah, we just managed to get it home. Unfortunately, I got in Tom's way. I didn't mean to. It's just because I had the front left was gone. I couldn't turn to the right. Nou, start ging goed. Kwam er lekker door. Kwam mooi weg. Toen zag hij de Chevy's heel makkelijk voorbij komen. Ja, ze was straks zoiets van, nou, wordt niet heel erg leuk. Toen zag ik dat ze problemen hadden. Toen zag ik Manu eraf gaan. Toen zag ik in één keer Ivan, zag ik problemen. Kreeg ik, nou, dan moet ik wel aanvallen. Want op het moment dat ik ging aanvallen, zat hij gewoon te wachten. Toen blokkeerde Huffy me. Ja, toen ging hij buiten de om, ging hij er langs. Ja, geen probleem. Hij deed het goed. Maar ik ben helemaal blij. Helemaal goed zo.